Hallo dames en heren, mijn naam is Job, a.k.a. Dutch Stuber. En welkom bij deze nieuwe creepypasta. De vorige keer hebben jullie er erg van genoten en dat vond ik tof om te zien. Mocht jij nou een baas zijn, ben jij een echte baas, dan moet je even een like doen. Ik wil zoveel mogelijk likes van echte bazen en opperbazen. Maar opperbazen die liken niet alleen, maar die abonneren ook. Dus like en abonneer en dan gaan we beginnen. Even wat kleine informatie voordat deze video van start gaat. De verhalen die ik in creepypasta video's voorlees kunnen spannend en voor sommige minderjarigen misschien ook wel een beetje eng zijn. Mocht je dit nou kijken voor het slapen gaan, raad ik je aan om het morgenochtend te kijken. En kan je hier nou helemaal niet tegen, raad ik je aan om van mijn andere video's te genieten. De verhalen zijn niet eng, ze zijn gewoon spannend. Vandaag gaat het verhaal over Loot Lake, wat een plek is in Fortnite. Loot Lake is voor velen eigenlijk al wel een speciale plek. Het is namelijk een meer met een eilandje in het midden waar vervolgens een huis op staat. Maar wat is nou eigenlijk het verhaal omtrent en achter Loot Lake? Dat is waar de creepypasta van vandaag over gaat. Doe een blauw duimpje omhoog en laten we lekker beginnen. Dit verhaal betreft het welbekende Loot Lake in Fortnite. Loot Lake is een aparte plek, al staan we daar niet altijd bij stil. Wat is Loot Lake nou eigenlijk? En waarom staat er een huis midden in Loot Lake? Deze vragen bleven voor mij onbeantwoord, totdat ik inside informatie ontving van een anoniem persoon. Zelf ben ik niet eens zo'n grote Fortnite fanaat. Ik speel het wel, maar een echte fan, dat kan ik mezelf niet noemen. Toch ben ik de enige die deze informatie onder ogen heeft mogen zien. Ik mag en kan verder niet erop ingaan hoe en wanneer ik deze informatie in ontvangst heb genomen. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat het niet eens zo'n speciale dag was. Het was ten opzichte van andere dagen een doorsneedag. Het verhaal gaat over het mysterieuze huis, wat gevestigd is in Loot Lake. Is het niet gek dat er een huis midden in een meer gebouwd is, zonder dat er überhaupt een manier is om bij dat huis te komen? Geen brug, geen boot, niets. Dit wekt eigenlijk altijd al vragen op aan mij, maar sinds kort zijn die vragen pas beantwoord. Om mee te beginnen, er woont momenteel niemand in dit huis. Het huis van Loot Lake is onbewoond. Vroeger was dat daarentegen anders. Er woonde een man, we noemden hem L. Rogers. L. Rogers was een duiker, vandaar dat dit huis perfect was voor hem. Sterker nog, de manier hoe hij vanuit zijn huis naar het vasteland ging, was door middel van duiken. Dit klinkt onrealistisch, maar het schijnt zo te zijn. Op een dag hoorde L. Rogers iets raars vanuit buiten komen. Het was een vrouwenstem. Rogers had nog nooit een geliefde gehad, nog nooit een relatie, al wenste hij dat wel ooit te kunnen krijgen. Vandaar dat dit geluid van de vrouwenstem hem per direct aantrok. Rogers pakte zijn zak op en besloot iets achter zich te kijken. Het was de vrouwenstem. De vrouwenstem wou hem iets vertellen en het leidde hem naar buiten. Langzaam liep Rogers richting het water. Dichterbij, dichterbij en dichterbij. Sorry voor mijn haar trouwens, ik weet het. Het gaat alle kanten op. Het is het einde van de dag en dan is dit niet meer te repareren. Unfixable. Brr. Op een gegeven moment stond Rogers zo dicht bij het water dat het geluid bijna volledig te verstaan was. Rogers was verliefd op het geluid. De stem van de vrouw was zo verleidelijk. Maar niet alleen dat. Het was enigszins verraderlijk. Want op het moment dat Rogers erachter kwam dat de stem vanuit de diepte van de wateren van Loot Lake kwam, de oceaan van Loot Lake kwam, was het te laat. Rogers werd in het water getrokken. Door wat? Dat is tot de dag van vandaag niet duidelijk. Rogers werd in het water getrokken door iets mysterieus. Sommigen denken dat dit duidt op duistere zeemeerminnen. Anderen denken dat dit iets te maken heeft met iets diepgaanders. Het was in ieder geval iets wat Rogers goed om de tuin kon leiden. Dit verhaal is al spannend op zich, maar dit is pas het begin. Rogers was namelijk vermist. Dagen gingen voorbij. De vrienden van Rogers, die eens in de 2 weken langskwamen, merkten dat hij nergens te bekennen was. Ze maakten zich zorgen en besloten op onderzoek uit te gaan. Al snel zorgde de realiteit ervoor dat de vrienden zich bewust werden van wat er aan de hand was. De vrienden duidden op iets speciaals. Het waren de laarzen van Rogers, die aangespoeld waren bij zijn huis. Betekent dit dat Rogers is verdronken? Wat? Hoe?
Honderden vragen gingen rond in de hoofden van de vrienden van Rogers. Hoe kan iemand die zo goed is in duiken in hemelsnaam verdrinken? Op die vraag is nooit een antwoord gevonden. Vooral omdat er vrienden er later achter kwamen dat er meer achter zat dan Rogers die enkel was verdronken. Het gerucht gaat dat eens in het jaar Rogers terugkeert naar de oppervlakte van Loot Lake. Hij is 2 maal gespot in Fortnite. En de mensen die hem hebben gezien weten hem maar al te goed te beschrijven. Het is een rustig type. Hij maakt korte wandelingen omtrent Loot Lake en kijkt voor zich uit. Er lijkt weinig kwaad in hem te zitten. Na enkele minuten besluit hij het water weer in te gaan. Niet duikend, niet zwemmend, maar lopend. Hij loopt het water in en vanaf dat moment is hij weer vermist. De vrienden van Rogers vinden het maar niets. Hun beste vriend die in de wateren van Loot Lake leeft? Wat? Wat moeten ze daarmee? Ze hebben het gelaten voor wat het is. En Rogers is nooit meer teruggevonden. Wauw, dit was spannend. Zou dat daadwerkelijk het verhaal achter Loot Lake zijn? Ik heb me wel altijd afgevraagd wat Loot Lake nou eigenlijk precies inhoudt. Ik bedoel, een meer in een game zoals Fortnite is zo gek nog niet. Maar dat er midden in dat meer een eilandje staat met erop een kist, dat is aanzienlijk en raar. Dit verhaal zou enigszins wel sens maken, maar tegelijkertijd ook totaal niet. Een man, een duiker, die in het huis in Loot Lake woont, door een of andere rare vrouwelijke stem het water in wordt gelokt en vervolgens vermist raakt en nog maar 2 keer gezien is door spelers die daar ook waren? Dat is vreemd. Misschien is het waar, misschien niet. Moraal van het verhaal. Kijk goed uit tijdens het zwemmen. Gebruik zwembandjes? I don't know. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze creepypasta interessant vonden. Het was dus wederom een creepypasta gewijd aan Fortnite. De reden dat creepypasta's van Fortnite zo makkelijk te vinden zijn, is omdat Fortnite nog steeds razend populair is. Vandaar dat ik deze video ook besloot om te maken. Het leek mij een interessant verhaal, omdat we ons allemaal wel met Fortnite bezighouden. Ik hoop dat jullie de video leuk en spannend vonden. Mochten jullie dit nou vaker op mijn kanaal willen zien, smash dan een blauw duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Het is allemaal niet echt. Maak jullie alsjeblieft niet bang en maak jullie alsjeblieft geen zorgen. Adios.